Ik ben in aanraking gekomen met dans toen ik ongeveer 16 was. Dit kwam toen door mijn broertje. Toen ik hem een keer ging ophalen van de training, namelijk zag ik voor het eerst de sfeer van zo'n training. En ja, iedereen was gewoon gemotiveerd om elkaar te helpen en progressie te maken op hun eigen manier. Ja, het sprak me echt aan. Danscultuur in Heerlen is verder echt heel belangrijk. Kijk alleen maar naar IBE. Mocht je trouwens in Heerlen wonen en niet weten wat IBE is, schaam je. IBE staat voor de International Breakdance Event. Tijdens het event komen er duizenden dansers uit verschillende landen speciaal naar Heerlen toe. En ja, events zoals dit is gewoon super belangrijk voor de hiphopcultuur, maar ook super belangrijk voor Heerlen. Heerlen heeft namelijk een urban profiel. En vooral de binnenstad. En dansevenementen zoals IBE zorgen er alleen niet voor dat het urban profiel van Heerlen wordt bevestigd, maar dat deze evenementen die zorgen er ook gewoon voor dat de urban / hip-hop cultuur explodeert in Heerlen. Dus dat is gewoon, ja, je kan niet zonder. HFC is hip-hop cultuur en hip-hop cultuur in Heerlen is niet de dominante cultuur, denk ik. Maar als het een subcultuur is, dan een van de grote. Ik denk dat deze subcultuur in de loop van de jaren ook heel erg gaat groeien. We werken er hard voor, maar het maakt Heerlen ook gewoon een leukere stad. En vooral als je Heerlen wil neerzetten als urban, is deze subcultuur heel belangrijk.